Genk heeft er weer een attractie bij voor de zomer. De Koninklijke Volleybalclub Racing Warra Genk opende dit weekend Genk on Beach op de Richter. Men begon met een bedrijventoernooi waaraan 16 ploegen deelnamen. Genk on Beach Resort is een beach volleybal gelegenheid van volleybalclub Warra Genk. Op dit moment is er een bedrijventoernooi. Een bedrijventoernooi met zes spelers. De bedoeling is dat we tegen 8:30 onze winnaar kennen. Genk on Beach wordt uitgebaat door Warra Genk gedurende de komende 3 maanden. Er zijn een aantal toernooien die op het punt staan. En het is schitterend met zon, met muziek, met paella, met kaarsjes. Zelfs steken we avondverlichting aan. Voor de komende maanden zeker de place to be in Genk. Het bedrijventoernooi vandaag wordt gespeeld door ploegen bestaande uit 6 spelers. Ze spelen 6 tegen 6. Officieel is dat 2 tegen 2. Maar aangezien we te maken hebben met een niet geoefende beachvolleybalspeler, gaan we 6 tegen 6 spelen. En de bedoeling is dat we straks inderdaad onze winnaar kennen van het eerste bedrijventoernooi van Genk on Beach Resort. Nog even zeggen dat de ploeg van Lens Online het toernooi won. Spijtig genoeg kwam een onweder opzetten, maar nadien werd het toernooi afgewerkt. Zaterdag werd een familietoernooi voor de clubleden georganiseerd. Het was een gezellige bedoeling waar men een pintje kon drinken en een hapje kon eten. Na het toernooi werden de kampioenen van de club gehuldigd. Meisjes komen een heel mooie prijs ontvangst nemen. We hebben een mooie match aan het bestuur. Ze kregen allemaal een geschenkje en moesten dan natuurlijk ook op de foto. Officieel dames. Helaas vandaag niet hier is, maar ik toch vragen aan alle nieuwe meisjes die hier aanwezig zijn naar hier te komen voor een prijs aan het vangstleven. En een hartelijk applaus van iedereen. Ik
Een applaus voor de kinderen, jongens. De volleybalclub bestaat dit jaar 60 jaar, wat op 4 juni in het casino zal gevierd worden. 1-L-D-U, 904, zijn auto de groep. De club heeft een 17-tal ploegen van alle leeftijden en telt meer dan 400 spelende leden en een 60-tal vrijwilligers om alles in goede banen te leiden.